Today. Binnenkort installatie eerste nieuwe pomp voor pompgemaal Wageningen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft namens de staat Suriname een overeenkomst gesloten met Kirloskar Brothers LCC uit India voor de levering en installatie van 3 nieuwe pompen en daarbij behorende onderdelen voor het pompgemaal Wageningen. De financiering van dit project, welke een waarde van ruim 9 miljoen Amerikaanse dollars heeft, wordt door de Exim Bank uit India gedaan, terwijl de staat Suriname het resterend deel van 2,5 miljoen Amerikaanse dollars op zich neemt voor aanleg en reparatie van de installatie in het gemaal. In september 2016 is voornoemde overeenkomst getekend en gedurende de periode 2016 en 2018 zijn geregeld bezoeken door Kirloskar aan Suriname afgelegd. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.